Hoi iedereen, leuk dat jullie kijken. Ik ben Serene Von en vandaag is het weer tijd voor Nail It or Fail It, waar ik steeds nieuwe innovatieve beautyproducten ga uitproberen. Wat ik vandaag voor jullie heb is echt onwijs cool. Het is helemaal nieuw. Helemaal nieuw op het gebied van nagellak. Het is namelijk nagellak in de vorm van een markeerstift. Heel apart, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik zei het net al, nagellak in de vorm van een markeerstift. Ik heb ze hier in mijn hand. In totaal zijn er 5 kleuren, waarvan ik er 4 heb. Het gaat om de CAT Many Markers. En ja, dat is dus eigenlijk wat ik net al zei. Het is een markeerstift, zoals wat je ook op school gebruikt of op kantoor. Alleen dan komt er geen neonkleur uit, maar nagellak. En dit is zo handig voor onderweg. Ik ben echt benieuwd of dit werkt. Als dit werkt, dan is dat echt ideaal voor touch-ups onderweg. Of voor even snel, bam, bam, bam. Even een mooi kleurtje eroverheen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie niet verder ophouden. We gaan gewoon beginnen. En wat er allemaal op de verpakking staat, belooft in ieder geval heel veel goeds. Ze zeggen dat alles zou moeten dekken met slechts 1 laagje. On-the-go application. Nou ja, wat ik net al zei, heel handig voor onderweg en op reis. En met 1 pen kun je ongeveer 25 keer je nagels lakken. En super fast application staat er. Nou, ik ben benieuwd. Dit is hem. Dit is een Many Marker. Het is inderdaad gewoon echt. Ja, het heeft de looks van een markeerstift. Van een stift, zeg maar. Als je dit gewoon in je school etui zou doen, dan denk ik dat hij niet eens opvalt. De kleur die ik hier vast heb heet Thrill Seeker. En dat is een beetje een blauw-groene kleur, een tiel kleurtje. Daar komt hij volgens mij. Nou, ik hoop vooral dat het gewoon heel mooi soepel aanbrengt. We gaan het meemaken. Met gelijke druk van begin tot eind. Oeh, dat ziet er goed uit. Wauw, ik ben onder de indruk. Ik had niet verwacht dat het nog zo mooi aan zou brengen. Oké, ik weet niet of je het goed kan zien, maar deze kant heeft een streepje. Dus oké, de nagellak zit erop, maar ik heb er een beetje gemengde gevoelens bij. 2 nagels gingen mooi, 3 nagels gingen een beetje streperig. Je moet echt heel hard drukken ten eerste voordat er überhaupt nagellak uitkomt. En als het er eenmaal uitkomt, moet je echt zorgen dat er genoeg nagellak in de stift zit, zeg maar. Om mooi en egaal te kunnen lakken. Dus het is misschien gewoon een beetje een kwestie van oefening baart kunst. En misschien heb ik het gewoon nog niet helemaal door, want het is de eerste keer dat ik het nu gebruik. Dus we gaan gewoon door naar de andere kleuren. Kijken of die misschien beter aanbrengen of slechter of I don't know. We gaan het gewoon uitproberen. Nou, ik heb net de kleur Role Model aangebracht. Dat is deze diep donkerpaarse kleur met een vleugje blauw. Ik vind het een schitterende kleur, ook al ben ik geen paars fan. Paars is eerlijk gezegd mijn minst favoriete kleur. Maar ik vind het wel een mooie kleur omdat er een vleugje blauw bij zit. Deze ging er echt een stuk soepeler op. Maar wat heb ik nu gedaan? Ik heb gewoon echt even 10 keer zo gedrukt. Zo tadadada. Toen heb ik nagellak aangebracht en na 2 strookjes heb ik weer even tussendoor 2 keer gedrukt, weer aangebracht. En dat heb ik steeds per nagel heb ik gewoon gezorgd dat ik voldoende nagellak had in het stiftpuntje voordat ik ging lakken. En op deze manier breng je het gewoon egaal aan zonder strepen. Dus misschien dat ik nu de slag te pakken heb. Dus ik ga meteen eventjes door naar de volgende kleur. En dat vind ik persoonlijk echt een hele mooie kleur. Dat is een beetje een donkerrood bordeaux kleur met een vleugje paars. En deze heet Vintage Femme. Vintage Femp. Hier had ik iets meer moeite mee. Deze ging er toch iets streperiger op. En dit is waarschijnlijk echt zo'n nagellak die je dan toch eventjes moet laten drogen. En nog eventjes een tweede laagje eroverheen. Het hoeft niet per se, want hij dekt echt gewoon in 1 laagje. Maar gewoon zodat het er gewoon iets egaler, streepvrijer uitziet. Wat ook wel lastig is, merk ik nu, is dat de stift vierkant is. En dat het dan toch wat lastiger is om mooi langs je nagelriemen zeg maar te lakken. Dus ik moet zeggen, ik lak normaal gesproken echt wel mooier. Maar nogmaals, dat is waarschijnlijk gewoon kwestie van oefening baart kunst. Gaan we nu door naar de laatste kleur.
En dat vind ik persoonlijk altijd heel mooi op nagels. En dat is rood. En deze kleur heet Lady Luck. Ik denk van alle kleuren dat Lady Luck, dus de rode kleur, er het makkelijkst op ging. Omdat deze lak was iets dunner, wat soepeler. En ja, dat lakte gewoon wat beter. En echt totaal niet met streepjes of zo. Dus ja, mocht je bijvoorbeeld van plan zijn om een van deze kleuren uit te proberen, kan ik wel de rode aanraden. Want die lakt gewoon het meest prettig. Alhoewel de andere kleuren ook natuurlijk super, super mooi zijn. Ja, wat is nou mijn eindconclusie? Wat vind ik hier nou van? Allereerst, het werkt. Ik bedoel, het doet het gewoon. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Voordeel vind ik dat het inderdaad gewoon heel erg handig is voor onderweg. En ook gewoon handig voor touch-ups. Het dekt inderdaad in één laagje. Het is echt serieus super snel. De nagellak zelf droogt ook heel erg snel op. En ik weet niet of het door mijn acrylnagels komt. Maar volgens mij is de finish een beetje... ja, niet super mat, maar ook niet heel glanzend. Dus eventueel kun je het zo laten of je denkt, hey, ik doe er nog een glanzende topcoat over aan. Maar dan hou je volgens mij het hele idee van makkelijk en onderweg hou je een beetje weg. Wat ik wel vind, is dat je echt eventjes moet uitvinden hoe je hier het beste mee om moet gaan. Je moet echt heel netjes langs de randjes gaan. Het stiftje is vrij hard, dus de kans bestaat ook dat je gewoon ja, gaat strepen. Dus zorg gewoon dat je voldoende lak in je stiftje pompt. Daardoor verlies je wel heel veel lak. Hier kun je bijvoorbeeld zien, dit heb ik allemaal zeg maar, op papier zo gedaan voordat ik ging lakken. Om even zo te drukken met het stiftje. Dus ja, je verliest wel heel veel lak. Dus ja, het is eventjes wennen. Je moet hem even doorhebben. Maar als je hem eenmaal doorhebt, dan lakt hij in principe prima. En ja, het heeft gewoon voor- en nadelen zoals wat ik al net zei. Ik vind het in ieder geval gewoon echt een super leuke ja, gadget, zeg maar. Een leuke beauty gadget. Dus ja, ik hou van dit soort snufjes, zeg maar. Ik hou van dit soort nieuwe dingen. Dus ik vind het echt te gek. Ik vraag me heel erg af of jullie het ook zo handig vinden. Of dat je denkt, nou, ik blijf toch liever maar gewoon bij de traditionele nagellak. Laat het me zeker eventjes weten bij de comments. Vind jij dit een nail dit of vind je dit een fail dit? Ik heb deze opgestuurd gekregen van C&T zelf. En de prijs daarvan is €9,95 in Britse ponden. Je kunt het bestellen via de site van C&T. Hopelijk komen ze ook binnenkort gewoon naar Nederland. Dat zou wel super leuk zijn. En ja, met dit wil ik eigenlijk gewoon deze video gaan afsluiten. Als je dit nou leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Kom je hier heel vaak nail dit of fail dit video's voorbij. En ook natuurlijk andere beauty gerelateerde video's. Als je wilt abonneren kun je klikken op deze knop en die werkt ook op mobiel. En als je benieuwd bent naar de vorige video, dat is toevallig ook een nail dit of fail dit, klik dan hier en klik hier om naar mijn beautyblog beautylab.nl te gaan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei!